ga een warme varkenskop maken. Ik denk dat iedereen kent de koude varkenskop met wat mosterd. Heel lekker ook. Maar ik ga nu een warme maken. Hoe beginnen we eraan? We beginnen met de tongen. En deze tongen die hebben al de nacht in koud water gelegen met een beetje zout om het bloed uit te halen. Dus daar gaan we mee beginnen met die te koken. En met de neus. Dus we gaan eerst een bouillon opzetten. Petit marmiet, de prei, de selder, wortelen, de kruiden. Dat is altijd hetzelfde. Bouquet garni is met alleen kruiden. Maar petit marmiet, dat is met al de groenten erbij. Een grote pot, volume, beetje water, de groenten erin. Mag ook al wat zout in. En dan wat peper, dat kan ook al. Het is nu de bedoeling dat we eerst ons tongen, want die moeten toch ongeveer 2 uurtjes zachtjes koken. Dus daar moeten we mee beginnen. Binnen een half uur gaan we daar dan de varkensneuzen bij doen. Maar intussen gaan we de wangen van het varken klaarmaken, de kaken. En we gaan dat klaarmaken zoals stoofvlees. Dat zijn echt ongelooflijke lekkere stukjes. Ik ga die een beetje kleiner snijden. Dat zijn heel gespierde stukjes. Als je snijdt, is dat vrij hard. Dat je denkt van, ga ik dat ooit mals krijgen? Maar als dat mals is, is dat zo boter en zo lekker. Dus geen paniek, dat komt in orde. Om een stoofvrij te maken, moeten we ook altijd een ajuin hebben. En die gaan we gewoon in stukjes snijden, dat we die mooi kunnen bakken en dat die wegsmelt in de saus. Dus de stukken niet te groot laten. Nu gaan we een pan op het vuur zetten met een stukje boter en die wel laten warm worden. En waarom neem ik nu boter? Omdat deze boter zal dienst doen ook om de roet te maken, om de binding aan mijn saus te geven. Als je vlees bakt, altijd zien dat je pot of pan of gelijk wat goed warm is. Dat het vlees niet kookt, maar mooi dichtschroeit langs alle kanten. Dat is altijd belangrijk, dat de sappen erin blijven en niet wegvloeien in de pan in de plaats van in een saus. Dan gaan we gewoon een stukje gesneden wang bakken langs alle kanten. Ook al een beetje kruiden met wat peper en zout. Voilà, je ziet, onze stukjes bakken mooi aan. Dan gaan we die draaien. Dat is echt wel belangrijk dat die mooi gekleurd zijn. Want het is ook door het kleuren van het vlees dat ook de kleur aan mijn saus gaat geven. De volgende stap is dat we onze gesneden ajuin er gaan bij doen. Het is goed dat we de ajuin goed verdelen in onze pan. Dat die ook allemaal schoon kan kleuren samen met ons vlees. Want dat zal de kleur geven aan ons gerecht. Alles is schoon gekleurd, schoon aangebakken. Dan gaan we dat met een klein beetje bloem bestuiven. En dan goed door elkaar mengen. Nog eventjes bakken, want dat is onze binding, de roux. Niet overdreven, zomaar een klein beetje erop. We hebben de bloem op onze vlees, op ons vlees en op onze ajuin gestrooid. En dat gaat de binding geven. En daarom moeten we dat nu ook goed door elkaar roeren. En dan even laten bakken, dat we zeker geen bloemsmaak in ons saus hebben. Voilà, dat is klaar. Nu gaan we dat bevochtigen. In dit geval ga ik dat met water doen. Maar als je bouillon hebt, varkensbouillon het liefst, of een andere bouillon, dat is altijd nog beter. Maar er zit al zoveel smaak in die wangen dat dat gerust ook met water kan. We moeten dat net
onder zetten. Dat moet niet zwemmen, maar dat moet net onder staan. En dat allemaal goed door elkaar roeren. En in het begin moet je een beetje opletten. Want als het zou aanbranden, is het net voordat het eigenlijk begint te pruttelen en te koken. Eén keer, als er in een gerecht beweging in zit, heb je er bijna nooit geen kans meer dat dat nog aanzet of zou aanbranden. Vandaar even in het begin er wat in roeren, totdat je ziet dat er alles begint te pruttelen. Voilà. Dan heb ik nog een klein kruidenboeketje. Beetje tijm, een beetje laurier, wat samengebonden. Die ga ik nog in mijn stoverij bij doen. Onze varkenstong zit ongeveer een half uurtje in de bouillon. Het wordt nu tijd om ons varkensneuzen erbij te doen. Wat blijft er nu nog over? De hersenen. Ongelooflijk lekker. Maar die moeten nog gekuist worden. En ik weet dat dat voor veel mensen iets moeilijk is. Maar dat is het absoluut niet. Die hersentjes zitten omringd van een vlies. En dan moeten we er voorzichtig uithalen. En dat doen we eigenlijk best onder stromend koud water. Een klein beetje zout. Alleen wat koud fris water zetten. Waarom een beetje zout? Omdat dat bloed een beetje oplost. En dat die dan mooi wit trekken. In tussentijd ga ik ook voor die hersentjes, want die moeten apart behandeld worden, een courbouillonnetje opzetten. Dus een pot met water, wat groentjes erin, peper en zout, wat kruiden. Want daar gaan we die hersentjes heel lichtjes in koken. Ik heb hier zo een kruidenboeketje. Prei, selder, wortelen, tijm, laurier. En dat ga ik nu in mijn pot doen. Een beetje zout. Wat peper. Het is nu de bedoeling dat we deze bouillon, dus dat water met de groenten en de kruiden, een 10 minuutjes laten trekken. Want uiteindelijk moeten die kruiden en die groenten de tijd krijgen om hun smaak af te geven aan mijn water, waar ik dan daarna mijn varkenshersenen ga inkoken. Je maakt dat schoon proper. Je moet daar even in kijken. En je moet dan die vliesjes trekken. En dan komt dat er allemaal schoon. Kijk, dan komt dat er allemaal schoon tussenuit. Een klein beetje een geduldwerk. Maar voilà, je ziet. Voilà, dat is hetgeen dat er niet in mag. Voilà, ik heb ons water voor ons varkenshersentjes. Is klaar, zo ongeveer een 10 minuten getrokken. Ja, de groentjes die ik er nu uithaal, ga ik niet wegdoen. Maar die ga ik bij mijn varkenstong en de varkensneus bij doen. En nu gaan we er een paar druppeltjes azijn aan toevoegen. Maar we gaan ons hersentjes mooi wit van trekken. Voilà, gewoon proper gekuist, goed gespoeld. Eventjes erin. En die moeten gewoon even doorkoken, het vuur afzetten en die zijn klaar. Voilà, de neus en de tong hebben ongeveer een uurtje of twee zachtjes gekookt. En ik heb het vermoeden dat die klaar zijn. Maar je moet altijd controleren. Want de ene neus en de ene tong is de andere niet. Hoe kun je dat controleren? Gewoon even met een vork daarin prikken. Super, dat is gaar. Daar mag je zeker van zijn. Voilà, dat is onze neus. Even in prikken. Ja, en als je daar zo inzakt, zoals in een klompje boter, is het teken dat het oké is. De andere helft van de kop. En dan moet ik nog op zoek gaan naar de laatste twee tongen.
Dat is een ongelooflijke, goed ruikende en lekkere bouillon. Ik ga die nog even opzetten, nog een klein beetje laten uitkoken. En dat mag je zeker nooit wegdoen. Doet die in klein bakjes, koelt die af en vriest die in. Maar dan kun je ongelooflijk lekkere soep of andere sauzen van maken. Onze stukjes wang, ik denk dat die klaar zijn. Even in prikken, ja, oké. Okay. En nu ga ik de neus en de tong in gelijke stukken snijden om dan alles mooi onder elkaar. Ik ga deze nog even terug op het vuur zetten, dat het goed warm blijft. En dan gaan we nu eerst de tong snijden. En nu de neus. Het is ongelooflijk lekker, dat stukje neus. Dat is schitterend. Het is heel gelatineus, heel smaakvol. Voilà, allemaal gesneden. Tijd om bij ons wangen te doen. Gaan we alles mooi door elkaar roeren. Die saus die moet er zo goed aanplakken langs alle kanten. En dan is dat perfect. Dan moeten we nog een klein minuutje even allemaal laten opruttelen. En dat is ongelooflijk lekker. Want eigenlijk is dat net hetzelfde als de kop die we allemaal tussen onze boterham en met mosterd eten. Dat is eigenlijk net hetzelfde. Alleen dat deze alleen met een bouillon is en niet met een bruine bouillon. Dus niet aangebakken, alleen gekookt. Dat is toch ook ongelooflijk lekker, zo'n schelletje. Met een klein beetje mosterd erbij. Voilà, dat vind ik fantastisch. Voilà, dat heeft nog goed wat geprutteld. En dan een van de grote delicatessen van het varken mag ik niet vergeten. En dat zijn de hersenen. We gaan die er bovenop leggen. Dat je dat goed kunt zien. Want dat is iets dat iedereen wil. En iedereen ook moet proeven. Ik kan die gewoon mooi in twee snijden. Ja, sorry. Ik kan daar niet afblijven. Ik ga dat apart een klein beetje kruiden met wat peper en zout. Echt ongelooflijk. Zo'n varkensersentjes. Ook zelfs klaargemaakt zoals een roerijken. In een pannetje met wat boter, wat echalotjes. Dan die hersens erin en roeren zoals een eitje dan op een toast. Dat is ongelooflijk lekker. Maar in deze geval gaan we ze op onze stoverij leggen. Wat kan je hier nog bij eten? Gekookt aardappeltje. Een pureeke. Een frietje, een stuk brood, een salaatje, de groentjes, alles kan. Een varken eet alles en een varken kan met alles gegeten worden. En wil je het recept van onze varkenskop nog eens nalezen of namaken? Dat kan op onze website njam.tv.